This, it's all wrong. I shouldn't be a pair. I should be back into the retirement home on the other side of the park. Yet you all go to us, old people, for money to finance your climate religion. How dare you? Ik heb dat wel eens ooit gezegd tegen iemand. Ga maar met een koplamp op. Dan zie je wat voor troep er in de lucht zit. Nou ja, top. Dat. Ja. Dat kan ook geen vocht zijn of zo. Nee, het is geen vocht. Nee. Okay. Nee, het is echt een soort stof. Ja. Nou, maar goed, dat is gewoon een observatie. Dat zegt verder niks. Nee. Maar het is een observatie. Mm-hmm. Oké, nou laten we maar beginnen dan. Denk ik zo. Doe jij de introductie? Ik doe de introductie wel weer even. Goedenavond, kijkers van Interessante Tijden. Dit is weer een nieuwe aflevering. Aflevering 43 al. En ditmaal vanuit ons vakantieoord in Warmehuizen. Wie had het ooit gedacht? Ik pas hier op drie katten zelfs met Afke. Dus ja, Burmilla's. Ik had ook niet verwacht dat ik ze leuk zou vinden. Maar het zijn echt van die raskatten. En nou, op een gegeven moment vind je ze eigenlijk best wel grappig. Maar ja, we hebben besloten om deze aflevering even met een soort Zoom-meeting te doen. En het onderwerp van vandaag is eigenlijk wel, ja, we moeten samen de schouders eronder zetten, hè, voor het klimaat, Henk. Moet nu toch eindelijk wel eens gebeuren? Jij hebt toch een hele lijst met tips, heb jij opgesteld, hoe we nou het klimaat kunnen gaan redden. Want nu met alweer de warmste dag ooit sinds de metingen begonnen, ja, die volgen elkaar ook op gewoon, hè, iedere dag. Ja, het ene record verbreekt het volgende record. En ja, het is een aaneenrijging van records. Maar ja, het lijkt de Olympische Spelen wel, joh, gewoon bijna, hè, van klimaatrecords. Ja, maar dan wel een geaccelereerd Olympische Spelen. Ja. Het versnelt met de dag. Maar voor ik daartoe overga, wil ik ook even iedereen hallo zeggen. Welkom bij deze uitzending van Interessante Tijden. Ik zit niet in Warmerhuizen. Ik zit gewoon in de studio in Zwolle. En dat vind ik toch wat comfortabeler dan met vier katten, dan op vier katten moeten passen. Vier toch, zei je? Nee, drie, ja. Nou, ze zijn best mooi. Afke wel meegeteld of niet? Dat bedoelde ik meer. Oké, dan zijn het er drie, ja. Ja. Oké. <Kippetjes. Ja. laughs> Maar goed, voor ik... Ik heb echt een hele lijst... Dan zijn het er vier, ja. Ik heb echt een hele lijst met tips. Ah, ik heb er ontzettend goed over nagedacht, ook heel lang. Ik heb zelfs een deltaplan opgesteld, wat het hele klimaatplan van Jetten kan veranderen. Ja. Waarbij we besparen op die 28 miljard om die 0,000000033 graden opwarming te voorkomen. Ja. Dus jij hebt gezegd, maar, van, hoe kan jij jouw 0,000000001% steentje bijdragen, zeg maar. Nou, maar daar komen we dan al op het eind van de uitzending, denk ik. En kom je dan ook met een taskforce? Of, wat zeg je? Kom je dan ook met een taskforce? Meestal heb je dat dan ook nodig, hè? Nou, geen taskforce is niet nodig. Huh? Daar kunnen we op besparen. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk wel wat voortrekkers nodig en ambassadeurs. Ja. Maar voor ik daartoe overga, heb ik toch wel eventjes... Ernstig nieuws. Echt een serieus probleem. Ik wil de noodklok luiden voor de situatie rondom de kierewiet en de woelewaal. Ah, vertel. Dat zijn twee prachtige vogeltjes. Die komen meestal voor op ondergescheten groenveldjes in de middelgebieden. Ja. Maar door de achteruitgang van deze veldjes dreigen die twee soorten te verdwijnen. En er is echt actie vereist. Door de opwarming van de aarde. Ja, dat heeft met die opwarming te maken. Ja. Ja, gaan ze dan steeds behoorlijker leven, die koelewalen en de wierenwiet? Nou, ja, er moet gewoon actie ondernomen worden. En ik heb berekend dat met 12 miljoen subsidie, dat we die achteruitgang kunnen stoppen. En als we dat subsidiebedrag verdubbelen, ja, dan kunnen we dat zelfs omkeren. Dan is er weer groei mogelijk. In een toename, zeg maar. Dan kunnen we weer, ja, dan kan het weer toenemen. Maar het is dus niet zo dat zij steeds noordelijker gaan leven, dat ze op de vlucht zijn voor de opwarming en dat je ze weer naar het zuiden wil terugdrijven, als het ware. Of... Deze sterven gewoon uit.
Ze gaan gewoon over de kop. Over de Ja, kop. ze sterven gewoon uit. En het is zonde, want de kiewiet en de woelenwaal, dat zijn echt prachtige. Ik weet niet of de mensen deze vogeltjes kennen, want je ziet ze niet zo vaak. Ze zijn nogal schuw. Ja, en Hè, zeldzaam dus, natuurlijk, hè? Dus en dan. heel zeldzaam. Het nadeel van Maar. zeldzame dieren is dat je ze bijna nooit ziet. Nee, dat klopt. Dat, Je kan dat geen is, dat is een algemene dieren hebben. voorwaarde. Ja, Dat is als een je algemene. voorwaarde voor zeldzaamheid. Maar. Maar de overheid is dus nu ontzet. En vooruitlopend heb ik de stichting RDK opgericht. Oh, kijk. Ofwel Red de Kierenwaal. En Red de Kierenwaal is Kierenwaal. dan een samentrekking van Kieruwiet en Woelenwaal. Ja. En Vollebroek en Tunberg zijn daar de ambassadeurs voor. Ah, een hele goede. En Ja. ja, dus dat leken mij ook echt de beste mensen daarvoor. En we hebben al een hele wereldwijde tour gepland voor deze twee ambassadeurs. Kijk nou. Want zij zijn natuurlijk buitengewoon capabele en charismatische ambassadeurs. Om aandacht te vragen voor dit probleem. Ja. En we denken Gaan jullie dan ook ook aan op snelwegen acties. liggen? Of, Ja, we denken aan acties. En we denken ja. bijvoorbeeld aan het bezetten of het blokkeren van snelwegen, het bekladden van gebouwen en het bekladden van kunstwerken. Dat is effectief gebleken. Dus ja. Ja, dan moet je die lijn toch ook voorzetten. Maar moet je dan eerst die 12 miljoen subsidie hebben? Of moet je eerst actie Ja, voeren dat is wel een om voorwaarde. die subsidie? Want die acties die gaan natuurlijk ook wel wat kosten. Dus heb je ook lijntjes met het ministerie van Buitenlandse Zaken dan? Dat die jou Nou, alvast sponsoren? Dat doen we ze bijna zijn een lobby officieel. gestart. We Ja? zijn een lobby gestart. En nee, die subsidie is echt een vereiste. Daar Ja, kunnen dat. ze ook niet onderuit. En anders dwingen we dat af bij de rechter. Ik zou zeggen ja, want heb je ook goede lijntjes met Urgenda, zeg maar, om jouw inkomstenstroom als activist Ja, dan een beetje op Stichting peil te houden? Faunabeheer, Ah. Urgenda, al die clubs die staan aan onze kant. De Oké, je hebt ook al Waddenstichting. wat linkse rechters in je tas, zeg maar, dus dat je ook op het goede vonnis kan rekenen. Of, Ja, nou ja, in het stichtingsbestuur zitten een aantal D66-rechters. Ah, kijk, En kijk. dus nee, ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Nou, ik kan je ook vertellen dat ik mij steeds meer zorgen ga maken over het klimaat. He, ieder klimaatrecord, dan is het weer de meest normale zomerdag op aarde sinds de metingen begonnen. Dan is het weer de natste dreigende droogte sinds de metingen begonnen. Ja, sinds die metingen begonnen is er nogal wat gebeurd. Dus ja, ik zat dan ook, zat toch te denken ook aan een campagne waar ik dan iets meer subsidie voor nodig heb. Ik wil toch minstens Milieudefensie daarin overtreffen. He, die krijgen Ja. nu 13 miljoen euro subsidie per jaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik denk van, nou, 15 miljoen moet daar toch van af kunnen komen. En ik dacht van, wij moeten toch mensen meer gaan dwingen tot meer klimaatschaamte. Ze moeten zich eigenlijk gewoon verontschuldigen dat ze bestaan op deze planeet. Dat zij nog langer Oh, uitstoten. Hoe vind je dat? heel mooi dat je dit zegt. Ik wil die schuldbewuste kopjes wil ik zien. Als ik hun aanspreek, Ja. dat zij plezier maken terwijl de planeet aan het sterven is. Ja, de Ja. planeet warmt op, die brandt. We zijn allemaal vermoeid aan het raken door de klimaatopwarming. Dus had ik een campagne bedacht en dat is aanstoot aan jouw uitstoot. Heel Wij goed. aanstoot aan jouw uitstoot. En de mensen die nu nog blijven doorgaan met vlees eten en maar reizen, die zelfs op vakantie durven te gaan, die noemen we dan ook een CO2-egoïst. Het is Ja, even heel een goed. CO2-egoïsten, dat zijn het. He, want dan vormen wij een coalitie van klimaatgewilligen. He? Coalition Ja. of Willing. Ik denk van ja, een beetje een link ook naar Amerika toe. En, ja, en dan moeten we ook strategieën bedenken hoe wij met de onwilligen omgaan. Die toch plezier blijven beleven in hun leven nu de aarde in de brand staat. Dat kan toch eigenlijk ook weer niet. En ik heb toen een boek gevonden. En dat kwam uit China. En dat was van, even kijken, heb jij nou ooit van hem gehoord? Voorzitter Mao. Ja, die man die ken ik nog. Ja. Ja, jij Ja. maakt ook een grote sprong voorwaarts met. Die had een mooi rood boekje gemaakt. Ja, dat, ja. Ja. Nou, dat was het. Nou, kijk, en als je dat rode dan gewoon in groen omturnt, Ja. je maakt die ster, van die ster maak je een planeetje. Nou, die sikkel die kan wel blijven staan dan. Ja. Dan hebben we in ieder geval ook een soort leidheft wanneer wij klimaatheropvoedingskampen beginnen voor de onwilligen. Ik vind dit zo mooi dat je dit zegt, want wij Ontroert jou denken dus dit? in dezelfde richting. Kijk, Ik heb kijk. gewoon letterlijk heropvoedingskampen voor mensen die niet gemotiveerd zijn zich hieraan te houden. En ik Ja. heb zelfs nog gezegd,
We moeten ernaar streven het Noord-Korea van Europa te worden. Noord-Korea aan de Noordzee. Noord-Korea aan de Noordzee. Ja, 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 ja. Kijk, dan zo'n warm gevoel geeft dat ook over onszelf. Dat wij zo voor de planeet op dezelfde koers zitten eigenlijk al. Hey, want de slagzin bij het VN was ook al, leave no one behind. Niemand mag achterblijven. Heeft ook onze klimaatbewuste koning Alexander heeft die slagzin ook al gebruikt. Nou ja, dat betekent dat wij het model van de culturele transitie van Mao indachtig, toch een beetje die onwilligen, dat we die toch met zachte, begripvolle hand hebben. We moeten wel begrip houden voor hun emoties. Hè? Daar moet Jawel, je... dat wel. Ja, maar ze moeten wel gaan doen wat wij zeggen eigenlijk. Dat ja. Komt het weer. Ja. 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 Had jij daar ook al ideeën voor opgesteld? Nou, ik heb daar zeker... Ik noem het de 23 tips om het klimaat te redden. Oh, wat goed. Want wij kwamen in het laatste nieuws, kwamen wij in 2019 al 18 tips om het klimaat te redden tegen. Oh, nou, maar jij hebt ook meer ambitie. Jij hebt er nog even 5 bij gedaan. Ja, maar zonder ambitie kom je er niet. Nee, kijk, want jouw vuur voor de planeet, Henk, dat siert jou. Ja. Nou, ja. Ik had ook echt zin in deze uitzending. Ja. Want ik heb het gevoel dat we met deze uitzending ook echt het verschil kunnen maken. Ja. Dat we met z'n allen samen de schouders eronder, dat we gewoon de planeet kunnen redden. Ja, maar wel dat we de zaak om kunnen keren. Ja. He, want je moet het ook duidelijk laten zien, je doet het voor de ander. Hè? Je doet het voor de ander, voor de toekomstige generaties. Toekomstige generatie, exact. Ja, ja. Ja. Zal ik gewoon eens van wal steken? Ja, ik ben benieuwd wat je hebt gevonden. Ik heb het onderverdeeld in rubrieken. Mm-hmm. Ik heb wat kopjes gemaakt, zoals water en klimaat, CO2-beperkende maatregelen, ja. Hoe heet dat? Het deltaplan voor het beperken van de opwarming. Nou, zo heb ik wat punten gemaakt. Maar ik vind dat Zal ik eens beginnen met de waterbeperkende maatregelen? Okay, dus water en klimaat. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk gaat het allemaal om het reduceren van mensen, vind ik wel. Dus dan... Precies, nee, maar dat komt ook aan de orde. Dat komt nog aan de orde. Ja. Dat staat bij de wat drastischer maatregelen. Ik heb het zo opgebouwd in spanning. Gedragsverandering, ja. Precies. Mm-hmm. Maar we beginnen stapje voor stapje. Kom maar in. Water en klimaat. Mm-hmm. Als iedereen nou eens begint met langer zijn of haar kleding te dragen, of zijn of haar of het of... ons kleding te dragen. Wel inclusief zijn, hè? We zijn hier inclusief zijn. Oh. En dat komt straks ook nog weer een keer terug. Alvorens je het wast. Als we dat allemaal doen, dan valt het ook niet op dat de kleding iets meer gaat ruiken. Kijk, als je je daar niet aan houdt, aan conformeert, dan ben jij de schuld dat we elkaar ruiken. Iedereen moet dit doen. Dan ruik je het niet. Bedoel je ook een soort gewenning? Want toen wij hier binnenkwamen, toen rook ik heel sterk een kattenbaklucht. Maar nu hier ongeveer een week bijna zit, we houden hem ook beter schoon, die kattenbak. Maar dan nog... dan valt het niet meer op. Je gaat eraan wennen, ja. Ja, en dat komt ook nog straks terug bij een ander punt. Hou deze vast. Mm-hmm. Nou, en als je dan ook af en toe een wasmachine draait zonder water, ja, dan bespaar je nog meer. Want dan, dat water hoeft niet opgewarmd te worden. Nee. Je bespaart water, dus je bespaart energie. Dus dan... Doe dan, je er dan... alleen wasmiddelen in, of wat doe je dan? Alleen een beetje wasmiddel. Ja. Of een beetje baking soda, of een beetje azijn. Dat maakt niet zo heel veel uit. Liever azijn... Om de geur weer een beetje terug te brengen, zeg maar. Precies, precies. Wat is vuil... in je was goed in contrast met de vervuiling van de atmosfeer met CO2. Daarom. Het gaat om de lucht, ik bedoel, ja. En dat je kleding vuil is, is meer perceptie dan werkelijkheid. Dat vind ik helemaal een goeie. Ja. Ja. Het gaat dus uiteindelijk wat de wetenschap zegt. Precies, precies. Ja. Nou, dan verder had ik bedacht, dat vind ik ook wel een heel goed punt. Mm-hmm. Als je gaat douchen, doe dan meteen de vaat en was de groenten voor het eten. Dat kun je in één watergebruik combineren. Dus onder de douchestraal. Onder de douchestraal. Ja. Hè, dan in plaats van met dat washandje, kun je met die aardappel onder je oksel, dan is die aardappel ook meteen schoon en je oksel schoon. Oh, ja, inderdaad. En, dus met een okselborstel eigenlijk. Ja, en zo dan moet je dat kopje, dat kun je zo... Oh ja, ja. En dan, want dan nou, kun je... Ja, dit...
Van je natuurlijke beharing kun je gewoon weer gebruik gaan maken. Precies, Dan moet je precies. de Asya-methode moet je dan eigenlijk gaan De gebruiken. Asya-methode, precies. Oh. Zo noemen we dat. Dat is een hele goeie. Oké, ik zal hem even noteren, de Ja. Asya-methode. Heel goed gevonden. Nou ja, en dan eigenlijk is het nog beter als je vaker samen gaat douchen. Oh Met ja. het hele gezin. Dan Gezin. kun je met dat ene straaltje het hele gezin schoonmaken. En alle groenten en alle vaat. Misschien wel voor de hele week. Dan kan de een de vaat doen, de ander de groenten. Oh, dan kun je ook inderdaad samenwerken. Dus dat je ook de kinderen Ja. bijvoorbeeld, die laat je dan de vaat doen. Terwijl jij met je borstel weer andere dingen schoonmaakt. En Precies. En de een kan beter die aardappel schoonmaken. En de ander die kan beter die kopjes schoonmaken. En nou ja, noem maar op. ik vind jou dan al een beetje dat jouw plan al convergeert met mijn wat strengere aanpak, ook voor de klimaatonwilligen. Wij dachten Ja, al hè? buurtdouches en kampdouches. Ja, Die precies. onwillig en eigenlijk in één douche drijft. En daar laat je dan iets uitkomen, zeg maar. En dan zijn ze ook in één keer schoon, zeg maar. Dat ze ook eigenlijk bijna geen CO2 meer uitstoten. Precies, precies. En vroeger hadden we in de grote steden hadden we die stadsbaden. Want Ja. toen hadden we geen douches in huizen. Nee, De natuurlijk. vroegere huizen hadden geen douches en dan ging je eens in de week of eens in de 2 weken naar dat stadsbad. Ja. Nou, en dat idee moeten we gewoon weer terug invoeren. Die wijkdouches, Ja. die buurtdouches en dan op vastgestelde. Dus bijvoorbeeld op postcodegebied kun je dan, ik zeg maar wat, op vrijdagmiddag om 3 uur kun je daar gaan douchen met de rest van jouw postcode. Oh, en dat werkt dan ook heel solidariteit, moet dat dan ook Dat samengeven. is één, want dan kun je met z'n allen daar naartoe lopen en ook met z'n allen weer teruglopen. Oh, maar dan kan ik als klimaatkampleider tegelijk ook toespraken geven om het klimaatvuur verder aan te Ja, wakkeren. zeker. Nou ja, en Ik bedoel, dan moet je echt overal luidsprekers ophangen, natuurlijk, zodat de ja. mensen ook voortdurend jouw boodschap horen. Maar dan met hek eromheen of zonder hek, met schrikdraad? Of hoe zie je dat? Nou, je kan het in eerste instantie met lijnen trekken. Lijnen over de weg trekken. Waar ze mogen lopen. Waar de Oh, van die terugkerende rode. groep loopt en de heengaande groep loopt. Eerst maar met wit-rode lintjes, zeg maar. Ja, precies. Nee, oké. Precies. Ja. Dus ik denk dat dat op zich wel werkt. Maar dat stapsgewijs voer je dat in. Nou, en dan de volgende stap is met kleren aan gaan douchen op een warme dag. Oh, dus Zo, dan zijn je extra wat je kleren. bij wilt zetten voor het klimaat. Dat is voor Ja. de mensen die echt alles voor het klimaat over hebben. Ja, dan pak je in één keer en je was, en Ja. je groente, en je vaat, en jezelf. En dan met de hele buurt, natuurlijk. Oké, maar hoe zit het dan? Want je mist dan wel die borstels hieronder. Nou ja, je kan onder je jasje of onder je vest, kun je toch nog steeds die oksel wel bereiken. He, dus je kan gewoon de knoopjes los doen. Denk ik te veel in details. Ga door, Henk. Ik word hier Ja. zo warm van. En dan kom ik even op die kattenbakverhaal van jou. Want je went overal aan. De volgende stap zou ook kunnen zijn het beperken van het doorspoelen van het toilet. Aha. Bijvoorbeeld nog maar op beginnen met 2 vastgestelde tijden op een dag dat je het mag doorspoelen als huishouden. Nou, Oké, dat dus vereist wat planning. Dus als je de grote boodschap doet, dat je dan ook allemaal even na elkaar die grote boodschap doet en pas ja. daarna doortrekt. Oké, nou, dan heb je toch wel 100% water of 90% waterbesparing op een dag, zeg maar. Dan bespaar je echt heel veel. Hè, Oh, dus. hey, wat een idee. Ja. En Wat dan. zal dat duurzaam zijn, zeg? Dat is heel duurzaam. Maar dan een Heel duurzaam. volgende Ja. stap, een volgend stadium kan zijn. Dus dat je ook eenpersoonshuishoudens of kleine gezinnen niet meer een eigen toilet hebben, maar dat ze naar het buurtoilet kunnen gaan. Toilet vind ik alweer een hele goede. Ik zal hem ook Ja. even noteren. En dan Ja. kun je ook gezamenlijk naar het toilet gaan. Ja. En dan wordt er in één keer doorgetrokken als de laatste van jouw postcodegebied is geweest. En dan bespaar je nog meer. De postcode play. Ja, de postcodeplay, precies. Dus. Ja, je zit weer vol goede ideeën voor de planeet, Ja, Henk. toch? Ja, op Ja. dit moment van inspiratie dacht ik wel dat je ook dacht van zo kan het niet langer. Het is niet 2 voor 12, maar eigenlijk al 10 over 12, hè? Ja, wij zijn het kookpunt al voorbij van de Ja. planeet. Het kookpunt is al voorbij. Wij als laatste generatie, maar dat wij toch gewoon deugd signaleren naar andere mensen toe dat wij het wel goed willen doen.
Nou ja, die opoffering werkt louterend. Ja, want ik had zelf ook nog een paar plannetjes. Want ja, we willen toch in onze klimaatheropvoedingskampen willen we toch nog wel een vorm van gezelligheid creëren. Je zou zelfs nog aan een klimaatneutrale buurtbarbecue kunnen denken. Waarin je bijvoorbeeld tofu blokjes aan een spit rijgt met andere sojalekkernijen. Ja, dat zou kunnen. Zou kunnen. Maar dan moet je dat wel dus niet met steenkooltjes doen, maar met houtskool. Hè? En dan doe Ja. je uiteindelijk weer aan carbon removal. Dus dan ben je eigenlijk al met geoengineering bezig. Dus dat je Ja. CO2 Ja. uit de atmosfeer haalt. Maar dan moet je er wel op letten dat als je hebt gebarbecued, dus en met al dat houtskool erop, dat je die niet zomaar achterloos weggooit, dat het kan verteren en dat die CO2 weer vrijkomt in de atmosfeer. Maar moet je met z'n allen, hè, samen, grote diepe kuil graven, dat die hout, dat hout wordt daar dan onder opgeslagen en in de bodem opgenomen. En heb je weer, terwijl je aan het barbecuen was, klimaatneutraal, Ja, ja. heb je ook nog eens die CO2 opgeslagen. Ja, dat is Dan als het moet je ware ook weer, groen wassen. ja, dat precies, je, door groen wassen krijg je dan Ja. samen morgen ook weer een goed. Afke had ook nog een erg leuk idee. Die zei van, hey, er zijn toch zoveel ouders met ADHD-kinderen? En nou dacht ik ook, want kijk, we komen straks met een aanbodgestuurde economie. Hè? We kunnen alleen nog maar stroom afnemen als het hard genoeg waait of wanneer de zon schijnt. Daar moeten wij ons op instellen. Want er zijn natuurlijk ook momenten, ja, dan kunnen we gewoon helemaal niks doen. Want dan waait het niet. Of dan, en Ik de voel zon. hem al aankomen. Ik voel Ja, hem al aankomen. ADHD-kindjes als batterijtjes. Ja, tredmolen. Tred met een tredmolen, inderdaad. Dus jij wil bijvoorbeeld toch je boekje kunnen lezen. Bijvoorbeeld Ja. voor tips om de planeet te redden, of over klimaatschaamte, of voor de partij hebben we natuurlijk alles over. Je moet wel kennis blijven tot je nemen. Hè? Hoe, welk record er nou is. En je hebt dan een mooi ledlampje natuurlijk, heb je boven Ja. je boek hangen. En dan laat je die ADHD-kindjes even lekker hun energie kwijt in Ja, de heel tredmolen. goed. En dan weet Heel je. goed. Ik vond Beter, dat werkt beter als Ritalin. dat denk ik ook. Ja, en helemaal als je dan toch met z'n allen bij de postcode play zit. Er zitten Ja. ontzettend veel onhandelbare kutkindjes bij. Ja. Die je dan Nou, die allemaal stop je even in de tredmolen. in meerdere tredmolens. En kun je meerdere lampen ook aandrijven. Nou, dan kun je de hele wijk van stroom voorzien. Ja, dus ADHD kunnen we ook tegelijk met deze klimaataanpak gewoon in één keer oplossen eigenlijk. Ja. Ah, hij is heel goed, heel goed. Vond ik ook, ja. En ik dacht ook, want ja, kijk, de activiteit moet natuurlijk allemaal ingeperkt worden. We moeten wel naar 15 minuten gemeenschappen. Ik vind ook dat als je dan toch al op vakantie wil, mag dat niet verder dan 15 minuten van huis. Leek mij redelijk, toch? Qua Nou ja, verreizen. dat zou een eerste stap kunnen zijn. Want ik ga er wat verder in. Oh, je gaat er. Oh, oké. Okay. Ik dacht al, kameraad. Nee, ik ga er echt wat ver. Ik Maar begon al te trillen. dat Is er een schaar ik onder het klimaatambitie? kopje CO2-beperkende maatregelen. Ah, oké. Gaan we nog even verder. Want ik dacht anders ook aan een klimaatavondklok. Dat die er toch uiteindelijk ook moet komen. Ik bedoel, waarom moet je ook nog na 8 uur over straat eigenlijk? Ja, dat is nergens voor nodig. Ja, dus andere activiteiten, allemaal weer CO2-uitstoot. Ja. Dan moet je ook eens bedenken dat als je laat mensen te veel bij elkaar op bezoek komen, ze kunnen dan ook nog eens gaan twijfelen aan het officiële klimaatnarratief, dat de Ja, ze overheid kunnen elkaar van desinformatie voorzien. ook nog desinformatie, dus je bestrijdt dan desinformatie, je Ja. bestrijdt de CO2-uitstoot en ook ja, verder alle klimaatrebellie tegen het officiële narratief. Dus ik dacht van, dan Ja. moet je dat allemaal bij elkaar in een Ja. klimaatavondklok. Ja, nou, heel goed. Ja, Ja. en oh Een ja, klimaatklok. ik dacht ook, oh, kijk, waarom moeten mensen eigenlijk huisdieren hebben? Dat is allemaal maar no zijn allemaal maar useless eaters, hè? Dus alle mensen die nog honden en katten hebben, dat je die honden en katten gaat vergassen. Voor het klimaat, hè? Ruimen. Klinkt Ruimen. wat vriendelijker. Oké, ja, bij de MKZ-crisis had men daar ook geen moeite mee met al die miljoenen die er op de brandstapel. Daarom. Dus ik dacht van, hé, hey, waarom dan ook niet Vicky en Cookie? Huh? Ja. Ja, het is voor de planeet. Zo. Ja, het is voor de planeet. Ja, dat hogere doel moet je wel altijd goed in de kijkers houden. Ja. Even kijken, ja, klimaatneutrale vakantieoorden had ik al met bier zonder plezier. Hè, je moet wel CO2 erin opslaan, maar ja, het idee dat een ander vreugde zou kunnen hebben en jij niet, ja, dat moeten we zoveel mogelijk uit de maatschappij zien weg te krijgen. Precies, Ja, precies. ja die Daar heb vijf. ik trouwens ook nog een andere oplossing voor.
Oké, Maar dat komt straks. ja, oké, want ik merk al dat mijn klimaatambitie bij jou nog een beetje mager afsteekt, Henk. Dus ik probeer er dan toch nog wat over iets mee op te doen. Wat vond je van vegetarische groepsmaaltijden per postcode play? Dan kun je ook meteen samen eten. Dus je eet dan tofu, Ik vind dat heel goed. Ik vind dat heel klimaatneutrale. goed. Ja, Ja. en dan dat je dat schuldbewustzijn er gewoon samen gewoon goed inbrengt Ja, voor de precies. planeet. Precies. Ja. Nou, dat was zomaar even. Als ik zat even aan het filosoferen hoe je dan toch ook de vrijheid Ja. van mensen zo onaangenaam mogelijk kunt maken voor het klimaat. Ja. Nou, dan heb ik nog wel een aanvulling, hè. Dat vat ik onder het kopje CO2-beperkende maatregelen. Dat is wel een mooie aanvulling op wat jij net gezegd hebt. Allereerst begin ik met het meest simpele wat er is: een verbod op koolzuurhoudende dranken. Dat is nergens voor nodig. Ah, alweer. Overtref je mijn Ja. grootste verwachtingen hier. Dus koolzuurhoudende dranken worden taboe. En verder had ik dus ook, dat is ook weer in navolging van jou of in aanvulling op jou, een verbod of regulering van activiteiten die fysieke inspanning vereisen buiten de reguliere arbeid, zoals sporten, bewegen, verplaatsing, seks. Als voorbeeld, seks zou je kunnen reguleren voor tot 1 keer per 14 dagen seks voor maximaal 2 minuten. En dan binnen een bepaalde leeftijdsgrens, bijvoorbeeld van tussen de 25 en de 35, als je reproductieve leeftijd hebt. Eens per 14 dagen maximaal 2 minuten. En dat zou dus al een heleboel uitstoot schelen. In dat En verband wilde ik jou ook even aanvullen, want ik had het idee van eigenlijk, hè, omdat je ook aan seks bijvoorbeeld zeker geen plezier meer mag beleven, dat we de klimaatbesnijdenis voor vrouwen ook invoeren. Dus dat ze heel goed. een klimatoris krijgen. Dus Heel goed. Ja. ongevoelige vrouwelijke orgaan. Ja, Dus heel dan goed. krijg je Een ook krijg je climatoris, ja. de Ja. klimatoris, hè, krijgen Ja. dan een klimaatbesnijdenis. En dan kun je weer gewoon, net als de klimaat-Ayatollah, dan heb je er al, dan kom je eigenlijk al niet bij elkaar. En kun je ook die één-kind-politiek voor het klimaat kun je in het Westen dan ook makkelijk doorvoeren. Want ja, Precies, mensen precies. kijken op een gegeven moment nauwelijks nog meer naar elkaar om. En de Ja. rest is allemaal homo geworden, zoals we bij de Olympische Spelen al zagen. Dus ja, heb Ja, je. Slaan ja. meerdere klimaatvliegen in één klap met de Ja, klimaatoren. precies. Nou, verder had ik ook nog het idee om zoveel als mogelijk mensen motiveren om in woonblokken te gaan wonen, waar alle basisbehoeftes in een, dat is ook weer in aanvulling op jou, waar alle basisbehoeften in een straal van 3 kilometer aanwezig zijn, dus loopafstand. Ja, En dan alles bijvoorbeeld. zoveel collectiever, Henk. Ja, maar dan heb je ook echt het gevoel van we doen dit samen. En dan bijvoorbeeld maximaal 1 keer per week boodschappen doen. Regulering zou kunnen door bijvoorbeeld staatswinkels op vaste tijden en vaste dagen open te stellen voor vaste postcodegebieden. Dus dat je ook weer met z'n allen op vrijdagmiddag of op donderdagochtend of op woensdagavond je boodschapjes gaat doen. Kun je met z'n allen oplopen en dan met z'n allen weer teruglopen langs die linten. Meesterlijk idee, want datzelfde model kun je ook één op één op het platteland in 5 jaar plan opleggen. Via Ja. klimaatcozen krijg je dan weer gewoon. Ja, Dus ja. voor die hele boerenbevolking, wat er dan nog van rest in staatsbedrijven, kun je dan ja, ook gewoon in diezelfde fuik dwingen, zeg maar. Ja, Om ik het zou dan voor willen klimaat, hè? pleiten. Ik zou willen pleiten voor kolchozen in dit verband. Ja, prachtig. Dus dat die boeren zich ook weer gaan samenklitten op 1 boerderij. En waarbij ze in ploegendienst nou, de erwtjes verbouwen of de Energiedoelen halen. Kijk, boeren energiedoelen gaan halen. Je geen hebt voedsel gelijk. meer verbouwen, ze gaan energiedoelen halen. Ja, dan Want maak ik toch weer een denkfout. ja, je moet toch echt vaker nog het rode boekje van Mao lezen, Ja. want liet de boeren ook in plaats van voedsel, liet hij zijn staal produceren in zijn oneindige wijsheid voor de Ja. grote transitie. Ja, precies. Wij vinden ook dat boeren moeten gewoon zonnepanelen verbouwen en biobrandstof voor de tankers van Shell. Ja. Nou, verder had ik, wat ik zelf een heel mooi idee vind, is ook dat je afstapt van mode en kleding. En weet ik veel wat, kledingkeus. Uniforme kleding voor iedereen in 3 maten. Maatje TK, een maatje TG en een maatje NP. Dus te klein, te groot of niet passend. En als iedereen dan diezelfde kleur draagt, dan hoef je ook niet meer naar de winkel voor kleding. Dan hoeft die kleding niet meer. En die kleding kan lokaal geproduceerd worden in een staatskledingsmagazijn. En dan heb je ook geen jaloezie en afgunst en weet ik veel wat.
En dan anders, eens. je hebt in één keer gendergelijkheid afgedwongen. In één keer gendergelijkheid afgedwongen. En hoe heet dat? Wat ik wilde zeggen. Oh ja, en dan kan eens per jaar bijvoorbeeld, kan iedereen een kledingpakket ontvangen voor dat jaar. Ja, En mag omdat je toch al je minder wast, slijt het ook bijna niet. Nee, inderdaad. Dus dan heb je ook dat probleem alweer opgelost. En heb je ook Precies. berekend hoeveel CO2-uitstoot jouw plannen gaan besparen? Kun je Ja, dat. dat is. Jazeker. Ja, maar daar kom ik straks nog op. Oké, je kunt Want straks ik ook. heb natuurlijk nog veel meer. Oké, ook nog meer, ja. Ja, ook op het gebied van autorijden bijvoorbeeld. Kijk, Mobiliteit, uiteindelijk willen we ja. af van het autobezit. We willen af van het autobezit en het autorijden, maar wat moeten we stapsgewijs invoeren? Je zou kunnen beginnen met in plaats van de auto te starten, hem aan te duwen. Ja. Dus dan bespaar je alweer op het starten van de auto. Beetje als bij de Flintstones, zeg Een maar. beetje als bij de Flintstones, ja. En de minimumsnelheid moeten we vastzetten op een hoge snelheid. En de maximumsnelheid die moet eraf, zodat iedereen sneller gaat rijden, zodat je korter in die auto zit. Sneller rijden betekent dus korter in de auto, dus korter uitstoten. Oh, maar het kan natuurlijk, zo los je natuurlijk ook files op. Want stel dat iedereen in de file 100 zou rijden, dan Dan heb je geen file. heb je geen file meer. Nee. Precies. Nee. Dus, en dan zit ik te denken aan toch wel minimaal 130 Oh. rijden verplicht stellen. Nou ja. Minimaal. Want de En tijd dan dat je dan in de geen. auto zit uit te stoten, die minimaliseer je dan. Precies, Ja. precies. Voor de mensen die je dan nog toestaat om in een auto te rijden, neem ik aan. Ja, Ik ja. mis hier nog meer wat beperkingen. Hier Ja, maar zouden. die komen, dat zijn volgende stappen. Nee, oké, maar hier zouden toch enige mensen nog plezier aan kunnen beleven. Dat vind ik toch een beetje verdacht. Jouw klimaatrechtvaardigheid zou je hier bijna ter discussie kunnen stellen. Hoe is jouw vuur voor de partij, Henk? Nou ja, ik geef toe, ik rij graag hard. Nee, oké, maar zie je, dit heb je toch nog. Jouw klimaatrechtvaardigheid zou een meer rechtgeaarde klimaatactivist ter discussie kunnen stellen hier. Dus ik hoop Nee, dat je maar nog dit is een eerste stap. En dan volgende stappen, daar komen we nog op. goed. Wat ik trouwens ook een goed idee vind, is dat we wereldwijd gewoon alle vulkanen sluiten. Dan Oh, kunnen die niet meer uitstoten. Gewoon wereldwijd alle vulkanen op dezelfde dag meteen sluiten. oh, dan kun Klaar. je meer onderzoek naar doen. Dan kun je echt hordes nutteloze academici kun je tot in de Ik eind. bedoel maar. Met subsidie kun je die daarmee van is het eventueel mogelijk, laten we dat gewoon onderzoeken. Precies. Kun je mooie rapporten produceren en zo. Dat, och, Ja, ja. precies. Verder had ik nog bedacht dat we een verbod op de personenscheepvaart moeten hebben, dus het vervoer van personen. Wat Gewoon een plezier, ja. totaal verbod op de scheepvaart. En als je Ja, dan alleen op bijvoorbeeld. plezier of Wat zeg je? Op pleziervaart, dat neem ik aan. Ik bedoel, mensen mogen er geen lol in hebben. Dat is toch? Nee, ook de pleziervaart, maar Ook ook de functionele, dus de verplaatsing, de mobiliteit, gewoon een verbod. En als nee, je oké, dan want de Partij bijvoorbeeld voor de toch. Dieren is een Partij voor de Dieren is nu al tegen de plezierjacht. Dus je mag al geen plezierjacht hebben. Nee, dat klopt. Nee, dus, maar jij gaat dan nog een stapje verder. Ik ga er een stapje verder in. En als je dan bijvoorbeeld toch van Noord-Afrika naar Europa wil oversteken, dan doe je dat maar in een rubberbootje Oh ja. of zwemmend. En Ja. dan een rubberbootje, een 10-persoons rubberbootje met een beetje goede wil, passen daar makkelijk 60 mensen in. Ja, die mensen hebben ook al laten zien hun ijver voor als klimaatvluchteling. Hoe? Ja, als er een wil is, is er een weg. Dus En we dan hebben. zijn ze gemotiveerd. Ja, inderdaad. En als het al toch al 10 over 12 is voor het klimaat, waarom zou je die ambitie dan niet tonen? Heel mooi idee, Henk. Precies. Ter afsluiting van deze lijst maatregelen, voordat we ook op het. Ja, de aanbodgestuurde economie komen. Wat zou je nog verder adviseren? In Nou, het ik heb dan Delta-plan? nog wel een aantal drastische maatregelen. Ah, ik zat erop te wachten. Kijk, je moet bij alles bedenken. Op alle regels die ik nu voorstel, is er alleen een uitzondering mogelijk als je middels groen certificaten je uitstoot kunt compenseren. Dat moet altijd mogelijk zijn, hè? Ik Dus wacht erop. bedenk dat erbij. Als je dat kunt veroorloven en je kan groen certificaten kopen in een windpark op de Noordzee of wat dan ook, nou, dan is er een uitzondering mogelijk. Maar drastische Voor de maatregelen. mensen in het hogere partijkader, zeg maar. Precies.
Nou, dan wil ik beginnen met voor iedereen die niet kan compenseren middels groencertificaten een vastgesteld basisrantsoen van maximaal 1000 calorieën of liever iets minder. Heel goed. Want des te minder calorieën je gebruikt, des te minder er verbouwd hoeft te worden, des te minder geproduceerd, weet ik veel wat, en des te minder energie je ook hebt Ja, om die eruit moet. om nog iets te ondernemen. Ja. Precies. Dus. En dan in deze context zou ik ook willen voorstellen om al het benodigde basisvoedsel in zetmeelzakjes te verpakken. Ja. Die zijn afbreekbaar, zodat je het met zakje en al kunt consumeren. Ja. Op kamertemperatuur. En dat zorgt ervoor dat je geen pannen en geen borden, geen bestek nodig hebt, dat je niet hoeft te koken. Ja, je hebt Dat geen je het gewoon met zakje en al kunt consumeren. En dan als je echt je best doet, mag je voor iedere dag een ander smaakje bestellen. En je bereikt er ook nog meer mee dat aan eten, het hele idee dat eten plezier zou geven, dat moet je gewoon van elkaar loskoppelen. Het is puur functioneel. Puur voor de planeet. Puur voor de planeet, Ja, functioneel. goed. Ik wilde dus ook op het gebied van entertainment de nodige beperkingen. Daar had jij ook al iets over genoemd. Maar dan Ja. wilde ik ook wat beperkingen. Ik zou radio en tv tot eens per week een uur een verplichte kijkenprogramma willen maken. Waarin dan de nadruk ligt op eerlijke voorlichting en educatie. Bijvoorbeeld het tonen van beelden van bosbranden, opgedroogde meren, opgedroogde rivierbeddingen, woestijnen met gebleekte skeletten. En dergelijke. En waardoor duidelijk wordt, voortdurend duidelijk wordt gemaakt dat dit onze toekomst is als we niks doen Ja. en als we niet wat beter ons best doen. En En dan dan. kun je dan op het eind van zo'n filmpje kun je dan een klimaatzondaar laten zien, die een CO2-egoïst, die Ja, weer. Die wel precies. jouw toekomst op het spel zet. Dat kunnen we dan Precies. in plaats van de 2 minuten haat uit George Orwell, noemen we dat gewoon de 2 minuten klimaat. Ja, precies. Ja. En dit is goed dat je dit opbrengt, Ja. want er schiet me nog eens iets anders te binnen. Een andere vorm van entertainment zou nog kunnen zijn de wekelijkse CO2-egoïst. Hoe zei je dat? CO2-egoïsten? CO2-egoïst. Ja. Dat we die aan de CO2-egoïsten. schandpaal nagelen. Het berechten van die CO2-egoïsten. Het publiekelijk Oh ja, aan de publiekelijk. schandpaal nagelen van die CO2-egoïsten. Ja, en dan kunnen mensen ook eigenlijk die klimaathaat die ze dan hebben opgebouwd, kunnen ze dan op die persoon uitleven. Die kunnen ze helemaal ventileren. Ja, mensen moeten toch wel een uitlaatklep kunnen houden, vind ik. Precies. Nou, in dit verband had ik ook bedacht dat regelmatige motivatie en opvoedingskampen voor iedereen waarin we worden, voor iedereen waarin we worden onderwezen, hè, dat is ook in navolging op jouw idee, Kameraad op de Henk, we zitten hier gevolgen zo en op de één lijn. consequenties van ons gedrag. Ah. En dat we worden getraind in verandering. Dit zal de motivatie ten goede komen en dan periodiek ben je verplicht boete te doen voor jouw eigen uitstoot middels werken voor de gemeenschap. Dus Ja. dienstverlening aan de gemeenschap, een periodieke boetedoening. Na een openbare spijtbetuiging, denk ik wel. Ja, Want het ja. zal toch maar eens voorkomen dat je stiekem toch plezier in je eten hebt gehad. Ja, er zijn altijd mensen die proberen de En een regels te oplettende ontduiken. kameraad heeft dat verklikt aan de partij. Dan zul je toch eerst je spijt moeten betuigen. Of je hebt Ja. toch een hapje vlees genomen, terwijl je al ver buiten je CO2-budget zat voor die maand. Precies. Nou, moet je dan eerst spijt betuigen en dan werken voor de gemeenschap ook weer. Want we doen het uiteindelijk allemaal samen. Hè? Ja, we doen het samen. Ja, Ja. ja, ja, ja. Ja, ja. Niemand achterlaten. Nee. Nou, dan ook dit punt heb jij ook al even aangestipt. Die eenkindspolitiek. Het Ja. beperken van het aantal kinderen per gezin tot maximaal 1. Maar niet eerder dan dat is voldaan aan het groenwassen van het CO2-uitstoot van dat kind. Dus je moet het je wel kunnen veroorloven. Oh, wat goed. Ja, dus dat je preventief alles wat dat kind zal produceren aan CO2 al steekt in bijvoorbeeld een windpark van Ørsted. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, bijvoorbeeld. En dan de gender van het kind, inclusief voornaamwoorden of pronouns, kunnen dan worden toegewezen per staatsloting. Dus een staatsloterij voor de Ja. gendertoewijzing van jouw kind en Ja, en het dan. haar, zijn, het. Precies, ja, daar heeft jouw kind zich dan in die rol maar te voegen, want het is toch Ja. cultureel bepaald. Wat Ja, goed. Dan kun je precies. bijvoorbeeld ook per kind dat je eerst een windmolen laat neerzetten en dan pas een kind kunt maken. Bijvoorbeeld.
Ja. Zonder plezier, want je vrouw heeft een... Kijk, we moeten ambitie tonen. Je moet ambitie tonen en je vrouw heeft dan toch wel een klimatoren. Dus het gaat met frisse tegenzin, maar met wat precies. Dan precies. Moet dat tot de mogelijkheden behoren. Ja, ik vind je had echt een moment van inspiratie voor de partij, Henk. Ik vind Ja. Nou, verder zou ik willen dat alles gevirtualiseerd wordt, zodat niemand nog een excuus heeft om zich te moeten verplaatsen. Tenzij je natuurlijk groen certificaten kunt aanschaffen om te compenseren. Oh, dus maar dan heeft niemand moet... meer een excuus om zich te verplaatsen. Want uiteindelijk moet je meer een soort batterijtje voor de partij worden, zeg maar. Ja. Doe je dat ja. eigenlijk? Weet je, is toch dat visionaire wat jij dan voor je had? Dus dat je Ja. eigenlijk... Hoe kunnen we dan toch nog voor het algehele systeem jouw Kijk, energie... je metabolisme wordt dan ook helemaal teruggebracht. Ja? Dat gaat op een minimum functioneren. Ja. Dat betekent dat je ook niet meer wekelijks naar het badhuis hoeft. Dat je niet meer dagelijks naar de wijktoilet hoeft. Dat heeft zoveel voordelen. Ja, want als je eigenlijk min of meer stopt met leven, is goed voor de planeet. Eigenlijk wel, ja. Nou, en daar heb ik dan nog wel weer wat aanvullingen op. Uiteindelijk wil ik toe naar een totaalverbod op menselijke uitstoot. En wie zich daar dan niet aan houdt, krijgt de eerste keer een kans op heropvoeding. Ja. Maar bij een tweede overtreding word je geruimd. Ja, inderdaad. Daar waren we het ook wel over eens. Want kijk, als we eerst dan ook die huisdieren al hebben gehad, vind ik dat je best de grens een beetje mag opschuiven naar de onwilligen die zich herhaaldelijk gewoon Ja. hardnekkig hebben betoond. Andermaal heb ik ook daar bij Mao enorme inspiratie op gedaan. Ik vind ook dat we daar toch nu in deze tijden van belangrijke transities, dat we daar nou toch ook meer gevolg aan kunnen geven. Ja, precies. En natuurlijk geldt er dan wel een uitzondering voor de mensen die alles in goede banen leiden en de mensen die het zich kunnen veroorloven om hun uitstoot groen te wassen. Oké, voor het hogere partijkader en de bureaucraten die vijf Precies. plannen moeten Ja, opzetten. want anders functioneer je maatschappij niet meer. Nee, want dan kun je ook helemaal niet innovating to zero, naar net zero toe, naar een complete Precies, economie en een precies. uitgeroeide mensheid. Iemand moet die laatste stappen toch nog kunnen plannen. Ja. Nee, alweer een heel goed idee. Nou, en in dit kader heb ik ook nog een verregaand voorstel om jaloezie en afgunst te voorkomen. En dat heb jij eigenlijk ook al aangestipt. Ja. Laten we speciale wijken en woonblokken creëren voor mensen die geen mogelijkheden hebben om hun gedrag te compenseren met groencertificaten. Zodat ze niet geconfronteerd worden met de mensen die wel in staat zijn te compenseren en zich luxe en excessen kunnen veroorloven. En op die manier vermijd je afgunst, jaloezie en onrust onder het gewone volk. CO2-ghetto's. CO2-ghetto's. Ja, noem het dan. Dan kun je dat iets CO2. positiever. Ja, ghetto is geeft een beetje een Beladen negatief. term, hè? Ja. Ja. CO2-prachtwijken. Prachtwijken. Ja. Heel mooi. Heel Ja. goed. Ja. Oké. Okay. En dan het aantal vierkante meters woonoppervlak per persoon beperken. Stimuleren het delen en gezamenlijk gebruik van schaarse woonruimte. Ja. Ouderen zouden bijvoorbeeld extern gemotiveerd moeten worden om in een bejaardencomplex te gaan wonen. Of zich, ja, metabolisch gezien in een diepe slaap te laten sussen. Ja. Jongeren kunnen best langer bij hun ouders blijven wonen. Het communaal gebruik van huizen en wooncomplexen zou beloond moeten worden. Tenzij je kunt compenseren natuurlijk middels groencertificaten. Dan zou je een huis voor jou alleen of je gezin kunnen veroorloven. Maar we moeten voortdurend voor ogen houden dat we het ergens voor doen. Dat we privacy opgeven in belang van de planeet en de Ja. toekomstige generatie. Ik vind dat En eigenlijk al geen keuze meer. Dat is nog typisch geredeneerd vanuit het brein van de CO2-egoïst. Precies, precies. Privacy op de planeet. Ik bedoel, wil je die discussie nog voeren? Daar zijn we toch al lang voorbij. Het is 10 over 12. Eigenlijk wel. Ja. En, nou ja, en dan voor mensen die daar moeite mee hebben, zouden we nog extra motivatiekampen kunnen organiseren, zodat ook deze groep zich nadien probleemloos conformeert. Ja. Kijk, Klimaatwits. ja, kijk, we moeten het samen doen, met z'n allen de schouders eronder, om die aarde te redden voor de toekomstige generaties. En wat ik al eerder zei, laten we het Noord-Korea aan de Noordzee willen worden.
Minder consumeren. Leiders die het beste voor ons voor hebben, met het beste met ons voor hebben, daar moeten we ook vertrouwen in, 100% vertrouwen in hebben, dat ze het beste met ons voor hebben. Minder consumeren, totale uniformiteit in ons gehele leven en volkomen gelijkheid voor iedereen, tenzij je kunt compenseren natuurlijk. En uitzonderingen bevestigen nou eenmaal de regel. En dan kunnen we echt een hele mooie toekomst hebben. En dan wat ik nog over heb, is het Deltaplan. Even kijken, waar heb ik dat? Ja, een Deltaplan voor het beperken van de opwarming. Maar ik weet niet of jij nog aanvullingen hebt. Nou, ik vind dat wij al redelijk op één lijn zaten. En het is ook wel, ja, als je één keer in deze richting van de planeet gaat denken, is het wel opvallend dat je allemaal toch tot dezelfde eindoplossingen komt voor het grote vraagstuk. Ja, Want dat is toch het grote klimaatvraagstuk. Ik vind dat wat wel. dat betreft, dat stemt mij hoopvol. Dat wij Ja. al op dezelfde lijn zitten. En dat je ook ziet dat er al historische precedenten zijn waar men toch in die richting al heel ver is gekomen. Absoluut, Dus absoluut, dat het absoluut. best kan. Ja, de uitvoering had misschien beter gekund, maar aan het plan lag het niet. Aan het plan lag het niet, Nee, nee. nee. Dus, Nee, kijk, alleen, ja, mensen moesten gewoon dat is de meer wet van ambitie. Murphy. Dat is de wet van Murphy. Dat mensen uiteindelijk op een positie terechtkomen waar ze niet meer kunnen functioneren. En daar lag dat meer aan. Ja, Aan maar. gewoon ambtenaren die niet capabel genoeg waren voor hun taak. Ja, maar die hebben we nu natuurlijk wel. Die hebben we nu natuurlijk wel, dankzij Want die die mensen zijn. trainingskampen en. Ja, je hebt zelfs al professoren die geven les in transitiekunde. Dus nou, als die het niet weten, dan met zulke leiders, dan moet het wel goed komen met We jou. hebben wegbereiders, we hebben voorbereiders, we hebben Oh ja. voortrekkers, karttrekkers, noem maar op. We hebben versnellers, hebben we ook. Versnellers, ja, Aanjagers. aanjagers. Ja, die Dus hebben we ook nog. we hebben wat dat betreft, dat stemt ook weer hoopvol, we En hebben zoveel veranderaars. expertise in huis. Ja, al die veranderaars. Al die veranderaars, ja. Nou, dan tot slot het Deltaplan. En dat komt dan in de plaats van het plan van Jetten. En dat is eigenlijk. Dat zijn drie hele simpele puntjes. Ah, ik Die ben wat 28 puntje. miljard die Jetten gereserveerd heeft voor het beperken van de opwarming met 0,00000033 graden, kunnen we volledig stoppen in het plan wat ik heb ontwikkeld. En dan kunnen we de opwarming beperken met 0,00005 graden. Dus een significant verschil. En Meesterlijk. dat is als eerste stap, alle energiebedrijven nationaliseren en de elektriciteit spotgoedkoop maken. Dan vervolgens van staatswegen ieder woonhuis of woonblok of wat dan ook voorzien van een airco met voldoende capaciteit en die 24/7 het hele jaar door aan te laten staan. Ah. Dus op max. Met deuren en ramen geopend. En bedrijven verplichten tot installatie van grote airco-systemen. En als we dit invoeren, dat kunnen we met die 28 miljard financieren, omdat die elektriciteit zo goedkoop is geworden. En reken maar dat we dan de opwarming veel meer kunnen vertragen dan wat met dat plan van Jetten het geval is. Dus niet via de CO2-weg bedoel je, maar via airco's. Wat zeg je? Via airco's in huizen hier. Dus Via airco's. heel Nederland aan de airco, dat je dus makkelijker afkoelt dan via de CO2-weg. Ja, want die airco bij mij bijvoorbeeld, die koelt ten opzichte van de omgevingstemperatuur 5 graden. Nou, Ja. als ik ramen en deuren openzet en hem op max zet, 24/7, reken maar dat dat afkoelt als Maar iedereen dat doet. ik vind je dan toch weer een beetje redeneren vanuit je oude natuur, die nog niet genoeg is veranderd door de transitie, om een beetje als een CO2-egoïst. Want dan koel je alleen Nederland af. Nee, maar dit gaan we mondiaal invoeren. Mondiaal, oké. Okay, Mondiaal. en dan zijn wij Mondiaal. gidsland. En dan zijn wij gidsland, Ja, en voortrekkersrol. wat doen we dan met al die prachtige totalitaire plannetjes van zo net?
Ja, die gaan ook gewoon door. Die gaan Want ook er is gewoon. meer nodig dan die 0,000005. We Ja. zijn ambitieuzer. We willen Nee, al oké. uiteindelijk die opwarming reverse maken, dus omkeren. En met meer ventilatie en airco, dan doe je ook meteen iets aan het stankprobleem van al die mensen die Ik nu bedoel maar, gewoon. op het moment dat ramen en deuren Zeker. openstaan, dan Ja. ruik je die toiletpot niet waar een grote boodschap in ligt. Nee, die daar zitten wachten tot die aan het eind van de dag wordt doorgespoeld. Ja. Dan zie ik de synergie in jouw plan een beetje komen. Dat, Ja. net dat de mensen niet denken dat we dit voor de flauwekul doen of zo. Hè? Nee, Want dit is geen wij menen grap. het serieus met het Dit klimaat. is geen grap. Nee. En dan nog een derde puntje bij het Deltaplan. Dus dat het derde punt is dan dat alles wit wordt geschilderd. Inclusief wegen, huizen, gebouwen en roerende zaken en kleding. Zodat al de zonlicht wordt gereflecteerd. Dus niet meer wordt geabsorbeerd, maar Inderdaad. gereflecteerd. Weg ermee, terug. Dan kan jouw bolhoed natuurlijk ook niet meer. Henk, had je al. Of Nee, kom je. daarom draag ik hem nu het nog kan. Ja, of denk jij dat je in het hoger partijkader komt en dat jij dat dan kan afkopen, zeg maar? Nou Dat. ja, als ik tuurlijk kan compenseren, zou ik een zwarte bolhoed. Maar anders wordt het een witte. Dan wordt het een witte. Nee, Dan oké. wordt het een witte. Okay. Dan moet je het natuurlijk ook zelf doorvoeren, Ja, inderdaad. maar ik acht mezelf wel capabel om in het kader plaats zitting te nemen. Ja, met deze ideeën. En wij keuren dat bij deze goed. Ik zal het doorgeven aan kameraad Timmermans. Ja. Die zal jou dan in een actiecomité van veranderaars, kwartiermakers zitten daar ook bij. Ja, ja. Bewustworders, aanjagers en Ja. transitiedeskundigen ga je dan Ja. nemen. En dan Ja. weet ik zeker dat hier een prachtige papieren tijger ontstaat, waar we nog jaren later, tot het jaar 2030 tenminste. Maar misschien wel 2040 over kunnen vergaderen. Ja, precies. En nou ja, die ambitie moet je tonen. Die vergaderambitie. Die vergaderambitie moet je tonen. Ik Ja. bedoel, want die verandering moet een keer gaan komen. Ja, op papier in ieder geval. Ja, Ja. precies. Dus Nou, ja, ik heb echt een lekker gevoel, positief optimisme. ja, je krijgt er een booster van, hè? Ja. Dus nou ja, Dank voor ik hoop dat de kijkers ook nog jouw. Ja. aanvullingen hebben. Die hebben waarschijnlijk ook wel goede ideeën. Ja, je hebt vast een paar puntjes laten liggen. Dat, hè? Ja. Bijvoorbeeld meer vreugdeloze seks, dus dat je eigenlijk al helemaal geen zin in hebt. De climatoris is al één, maar we zou misschien ook aan de mannelijke kant nog iets veranderd kunnen worden. Nee, Maar maar plezier. Wat heb je nou aan wat heb je aan plezier? plezier als de planeet Dat op is het plat gaat? vergankelijk. Ja, amen. Plezier heb je nu even en straks niet meer. Dus Nee. plezier is nergens voor nodig. Nee. Lol hebben ergens in is niet nodig. Nee. Oh ja, en Je. laten we ook nog even. Ik krijg het hier binnengefluisterd door de directie kijkersvragen. Hadden wij die nog van vorige keer? Wat? Kijkersvragen. Ja, ik heb me daar. Ik ben zo hard aan het werk geweest. Ja, Dus ik hè? ben amper aan de Als jij jou. commentaren toegekomen. Maar ik heb er één onthouden. En dat Dat was. vond ik wel een hele mooie. Dat was een opmerking over. Kennen jullie gutter oil? Heb jij wel eens gehoord van de term gutter oil? Gutteroil nooit van gehoord, nee. Of Vertel. gutter waste? Nou, dat Gutterwaste. is iets wat ze in China doen. Dan scheppen ze de riolen leeg met het vet wat zich daarin ophoopt. Ja. En dat vet, dat wordt verhit en gezuiverd. En dat wordt dan weer opnieuw als kookvet of braadvet aan horeca en hotels en weet ik veel wat verkocht. Als dat Dat is geen dus echt zo. circulaire Ik heb economie is, ja. er ook video's van gezien. Oh, heerlijk. En mijn idee was, daar kunnen we prachtig zonnebrandcrème van maken. Natuurlijk, ja. En dan moet je wel zo vaak mogelijk insmeren, En dan natuurlijk. zo vaak mogelijk insmeren. Ja. Alweer een goed idee. Je zit zo vol ideeën. Ik kan me Dus voorstellen dat jij verder ook jaren. dankzij een kijker. Want ik had er nog nooit van gehoord.
ik wil jullie ook nog even danken voor de gulle giften die zijn binnengekomen om mijn geoengineering onderzoek voor te zetten. We hebben weer een aantal leuke dingen gevonden. Die zal ik heel kort even bespreken. En jullie kunnen ze ook verder op de website wel zien. We hebben in ieder geval gezien dat iedere wolk krijgt straks een zilverjodide randje. Miljardairs die hebben zich nu ook vol met hun kapitaal op geoengineering gegooid, kon ik zien. Er is nu een club Silver Lining. En die had 20 miljoen dollar in de kas voor geoengineering experimenten. De zon blokkeren met wolken. En nu is er nog een Britse kapitaalhaai, zo'n hedgefunder, is erbij gekomen. En die gooit daar de komende jaren nog eens 40 miljoen euro bij. De Amerikaanse Rijkswaterstaat, de NOAA, die doet er waarschijnlijk nog 100 tot 200 miljoen dollar ook nog bij. Dus dat is echt ook, en dat zien we nu ook vanuit VM-burelen, de UNEP zien we ook. Ze zeggen allemaal van, ja, we gaan lekker geoengineeren, de zon blokkeren. Het is er nou gewoon door. Ze doen nog een beetje moeilijk, een soort ja, tenzij. Hè, ze willen bijvoorbeeld altijd natuurlijk meer onderzoek doen, oftewel meer baantjes voor hun geestverwanten enzovoort. Maar het gaat er dus gewoon komen. Nou, dat heb ik toen in ieder geval nu gevonden. En er is ook een andere commissie bijgekomen. Die heet de Climate Overshoot Commission. En die roept eigenlijk ook hetzelfde. Eerst zeggen ze van ja, het is allemaal heel eng misschien wel en erg geoengineering. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan voegen ze dat bij de strategie om het klimaat te redden. En je ziet dan dus ook hè, de agenda waar wij een beetje belachelijk, die wij een beetje belachelijk maakten zo net. Hè, die CO2-agenda koppelen ze dus gewoon moeiteloos aan de geoengineering-agenda. En dan heb je dus twee sporen waarop zij allerlei gekke dingen kunnen doen. Van carbon removal dus tot de zon blokkeren. Dus het gaat gewoon gebeuren. Ja. Ja, ja. Maar er zijn meer ambtenaren nodig om dat in goede banen te lijnen. Dat was het. En dat noemen ze dan One Atmosphere. Ja, ja. Net als One Health van de... One Health, ja. He, dus, en uiteindelijk werken ze dan dus toe. En daar gaat Jacob Nordangard het ook al over naar ja, een groene VN-veiligheidsraad... die op supranationaal niveau alles moet gaan regelen. Dus weer het volgende stapje dus deze week. En ik heb verder nog contrails bestudeerd... en je nog een contrail-expert aan de tand gevoeld... En je kunt dus inderdaad gewoon zien, de gangbare verklaring van, ja, dat moet alleen maar komen omdat ze op een bepaalde hoogte vliegen, kan niet waar zijn. Want je vond aanhoudende contrails die wel een half uur bleven hangen. En dan komt er een ander vliegtuig met vier motoren op bijna precies diezelfde vlieghoogte. En daarvan losten ze wel meteen op. Ja, precies. Dan moet er een andere oorzaak zijn. En die deskundige uit Duitsland ben ik nu dus aan de tand aan het voelen. En dan moet dat dan dus verder in een finale artikel uitmonden voor onder andere de Groene Rekenkamer. Ja, ja. Ook bij Jorn Luca in de uitzending komt daar nog uitgebreid aandacht voor. Dat zal volgende maand pas zijn. Daar ben ik afgelopen dinsdag even geweest in Rotterdam. En dan brengen we toch dat verhaal. Hè? Dus dat het toch wel waarschijnlijk is dat er veel meer aan de hand is. Met nou, inderdaad ook chemtrails. Dus dat er blijkbaar toch iets door bij bepaalde vliegtuigen door de brandstof zit. Is in ieder geval een aannemelijke optie geworden. Ja, ja. Nou, dus dank ook dat jullie mij daarin ondersteunen om echt alles boven te halen. Ik heb nou echt wel na een maand onderzoek heb ik echt het idee dat ik dat er weinig mij nog meer ontgaat. En daar hoop ik jullie verder mee te bedienen, zodat jullie de kennis die ik opdoe in een paar minuten eigen kunnen maken waar ik uren, weken over doe. Ja. Dus kan je hieronder ook nog even, zou je me verder willen steunen, dan vind je hieronder nog de doneerlink en nog een de mogelijkheid om via een tikkie. Dank jullie allemaal voor jullie bijdrage. Daar kan ik dan ongestoord verder mijn onderzoek doen. Ja, in dit verband wil ik ook nog twee dingen zeggen. Enerzijds, wil jij nou ook de teruggang van de Kiriwiet en de Woelewaal ondersteunen? Ja. Gebruik diezelfde tikkie-link om ook daar je bijdrage aan te leveren. Hè, dat we naast de subsidie nog... en wat andere bronnen hebben. Je kunt de bijdrage van de Woerwaal in het ecosysteem niet onderschatten. Hè? Dat is, nee, precies. Als die wegvalt, Henk, wat gebeurt er dan? Die ondergescheten groenveldjes, die moeten we behouden. Ja, anders stort het hele ecosysteem in. Anders hè? Stort het hele ecosysteem in. Ja. En dan wat betreft die geoengineering heb ik ook nog een puntje. Want ik had twee puntjes in dit verband, zei ik. Als ik 's avonds laat, of begin van de nacht, of weet ik veel wat, de hond uitlaat met Floyd. Die ligt hier nu lekker te slapen bij me. Oh, je hebt er dan nog heb ik altijd een koplamp op. Ja. En zo'n koplamp, daar schijn ik soms mee omhoog. Mm-hmm. En dan zie je dus dat je omgeven bent door dwarrelende stofdeeltjes.
die reflecterend zijn. Het is niet elke nacht zo, maar heel vaak is het wel zo. En dat is onafhankelijk van de windrichting, of je nou uit het zuiden komt, of uit het noorden, of uit het westen, of uit het oosten. Het maakt niet uit, dus het is geen Sahara-zand. Mm-hmm. Maar dan zie je die reflecterende minuscule deeltjes om je heen dwarrelen. Dat toont verder, het is geen bewijs voor rotzooi in de atmosfeer die er gespoten wordt. No. Maar ik vind het wel apart. Vroeger had ik dat nooit. En dat is echt iets van de laatste jaren dat ik voortdurend in zo'n wolk van dwarrelende deeltjes loop. Gisteravond was er bijvoorbeeld niets, was het helemaal schoon. Maar de 3 avonden daarvoor was het gewoon ene dwarrelwolk, als het ware. En dat Je zie je bent alleen nooit. met zo'n koplamp, anders zie je dat niet. Die had je altijd al op, of? Ja, die gebruik ik al, ja, die gebruik ik al minimaal, ik denk, sinds, nou, al voor 2010, sinds voor 2010 gebruik ik zo'n koplamp. Om 's avonds haalde ik de paarden binnen, of de ezels, of de geiten, of wat dan ook, bij donker worden en de honden uitlaten. Dus ik gebruik dat zeker al 12, 13, 14 jaar gebruik ik zo'n koplamp. In het openbaar en je bent nog nooit aangehouden. En ik ben nog nooit aangehouden. Nee, maar dat gebruik ik altijd op eigen terrein of in de natuur. Oké, oké. Ja. Ja. Nou, ja, maar wat dat kan zijn dan? Je had ook geen vliegjes toevallig? Geen vliegjes. Geen De vliegjes. vliegjes zie je daar wel tussendoor vliegen. Nou, laten we mensen Maar dan ook maar daar zelf mee experimenteren. Doe ook maar lekker een mijnwerkerslamp op je hoofd in ja, het donker met je precies. hond. En ga eens kijken wat er gebeurt. Hè? Ja, het is niet elke avond, maar wel heel vaak. Oh, oké. Okay. Nou, Henk, wij gaan weer verder even met vakantie hier. Wij gaan zo even naar het strand. Het is nu Kijk aan. de meest gemiddelde zomerdag. Smeer je wel goed in, hè? Met die gutter oil. Met die gutter oil. Ja. Ja. Als de zon dan mij nog wil beschijnen, dan weet ik het ook niet meer. Dat beschermt goed, hoor. Ja, hè? Ja. Ja. Oké, en neem onze klimaattips vooral mee naar huis. Ga er gewoon gauw mee aan de slag voor het klimaat. Laat ook jouw eigen klimaattips achter in de commentaren. Ja, hè, dus als misschien jij gaan we dat wel bundelen in een boekwerk. Gewoon de 23 klimaattips om de wereld te redden. Precies. Ja, en dan precies. Kan het niet anders zijn of er komt gewoon een betere planeet. En dan heb jij wel een K-leven, maar ja, de planeet wordt beter en daar gaat het om, het collectief. Daarom. Ja. En in dit kader zou ik ook willen vragen van, laat ook weten hoe gemotiveerd jij bent. Ja. Om het klimaat te redden. Als en kijker. Druk dat dan ook uit in geldbedragen. Wil je 10.000 euro doneren voor klimaat? 100.000 euro, je complete boekje? Ben je bereid tot 95% belasting bijvoorbeeld af te dragen? Ja, voor 0,000001 graden. Precies. Bijvoorbeeld. Des te meer je afdraagt, des te minder hard die stijging gaat. Ja, heb jij dat ervoor over of blijf je toch nog een CO2-gooier? Ja. Ja, precies. Stel die gewetensvraag nu maar eens even bij. Kijk eens voor interessante tijden. Dit zo was is dat. Voor vandaag. En we danken Henk voor jouw klimaat-delta-plan. Dat heeft mij enorm geïnspireerd. Ik kreeg echt weer een nieuwe energie voor het klimaat. Krijg je een boost van, hè? Ja, ik dacht echt van, ja, als je nu als partij niet nog meer ambitie kunt tonen, dan hebben wij toch wel ons best gedaan. Maar dan, ja, wat dan? Ja, nee, zonder meer. Ja. Ja. Nou. Ik zou zeggen, toi toi toi. Deel kijkers, tot de volgende keer. Riepke en Afke, geniet van je vakantie. En ik ga gewoon weer aan het werk, zoals gewoonlijk. Och ja, inderdaad. He, met de bolhond. Hey, dankjewel en tot de volgende. Bellen. Hoi. Here. I should be back in the retirement home on the other side of the park. Yet you all go to us old people for money to finance your climate religion. How dare you!